De gemeente Nijmegen moet beter opletten bij het maken van afspraken. Dat is de belangrijkste les die het college moet leren van het Hilkman-debakel. Woensdagavond werd in het stadhuis het laatste debat gevoerd over de sluiting van het slachthuis. De oppositie was kritisch en diende een motie van afkeuring in. Een officiële waarschuwing. We hebben een motie van afkeuring ingediend omdat wij niet alleen vinden dat het jammer is dat de zaak mislukt is, maar ook omdat wij als raad niet goed geïnformeerd zijn door het college. En daarom hebben we die motie van afkeuring ingediend. Ik ben blij dat die motie van afkeuring is gesteund door de voltallige oppositie. Helaas heeft de coalitie de motie niet gesteund, die is niet aangenomen. Ik denk dat het college heeft toch heel erg gezegd van ja, we zouden het volgende keer weer zo doen. En dat is eigenlijk heel raar, want er zijn natuurlijk echt zoveel dingen misgegaan. En daar waren we ook al een beetje verbaasd over dat er geen enkele eigenlijk schuldbekentenis vanuit het college kwam. En daarom hebben we die motie ook ingediend. Het is heel simpel. Ons is verteld dat ING een lening heeft verstrekt. Nou, dat is dus niet zo, dus dat is een verkeerde informatie. Dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. En het andere punt was dat het geld dat betaald werd, die 21 miljoen, dat dat alleen besteed zou mogen worden aan de verhuizing. Terwijl op de dag dat het geld betaald werd, al een lening van 10 miljoen werd afgelost. Nou, dat was ons niet bekend. En dat had ons ook gemeld mogen worden. Het belangrijkste eigenlijk is dat we in het contract hebben wij geen heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen geld wat we hebben gegeven voor het opkopen van de opstallen van Hilkman. Want daar moet je namelijk ook een fors bedrag voor betalen. Dat kan 15, 21, 27 miljoen zijn. Als je goede argumenten hebt, dan kom je met een motie van wantrouwen. Maar de oppositie had helemaal geen goede argumenten. Nou ja, goed, dat is een motie van afkeuring. Nou ja, ik snap dat als je oppositie bent, dan moet je flink op de trom roeren. Maar dat geeft feitelijk aan dat als het een motie van wantrouwen was geweest, kijk, dan hadden ze goede argumenten gehad. Maar zo goed waren die argumenten niet.